Officieel bericht. Roubaix verhuist naar oktober. Dat lief. Dat Wouter. Hoe groot is de ontgoocheling? Er is ontgoocheling natuurlijk, maar ik ben content dat ze om een nieuwe datum gevonden zijn. 24 maart is de knop kunnen draaien. Ik vind het van mijn eigen van wel, ja. Je leert dat ook wel in het topsport dat je moet relativeren, want een topsport te verliezen meer dan dat hij wint. Zie je kans Roubaix in oktober, dat leuk? Zo zeker niet samen te kleden, want meestal in 80 jaar ben ik wel goed. Omdat een keer met je polder waarin. Ronde van Vlaanderen is eigenlijk tot de laatste klassieker in dit voorjaar. Inderdaad. Rory. Mogen er dan een lap heb gegeven, hè. Dames en heren, wat een tank van een mens. Kurke. Zijn arms bewegen, ben dan niet meer zijn kop. Kijk hoe goed dat is! En Tim, vertel eens waarom pompje. Oh ja, we moeten toch een twat doen in een dag. Ben. We zitten hier in die kamer, ja, in de deur. Dat lichaam raakt. Ja. Raakt in slaapmodus, die vent. Dat is beter. De winner of E3 Hara, zeker. Are you ready? Zeker. Ja, je was toe, hè. En de winner of... Goedemorgen. Goedemorgen. Laatste maal. Wat fietsen. Wat losrijden. Rond Antwerpen. Oh, hier nu weer het steen. MacGyver. MacGyver. Dag voor de Ronde van Vlaanderen. Man, ik heb een tafel gaan staan. En hij is leven riskieren. Maar wacht, ik moet dat weer geen gestoot vindt. Die luchtjes. En ik moet ook gesloten met de muziek. Hoe goed. Kijk, daar heb ik het thuis vanmorgen. Dat kan morgen niemand denken. Dat kunnen we voor de start doen. En gewoon, dit paar à la Pelicier. Ja, het gaat morgen vroeg zijn, ja. Laten we een web staan. Kaart voor zeven. Zijn ik een pronostiek voor morgen? Als Green wint, te voer van Baarle. Met 2-0. Wist je hoe het slaat? Ja. Goed, Facebook. Ik zie het toch? Je ziet er heel scherp. Heren vertrekt. De start is gegeven van de 105e ronde van Vlaanderen. In principe voor mij één grote favoriet, de ploeg Le Vijvre. En hoe ze het gaan spelen, dat is afwachten. Door Yves. Lampaard eigenlijk nauwelijks gezien. Ik ben benieuwd wat er gebeurt hier op de Quaremont. Je zet met je verre tegen. Dan is juist dat hij doorzet. Twee man van de Koning Quickstep zag daar nog zitten met Alaphilippe en Lampaard. Hey, je gaat naar de kop, zijn. Daar gaat Lampaard. En hoe snel rijdt die? En Alaphilippe ook mee. Alaphilippe ook mee. En wat doen we dan? Wat doen we dan? Lampaard, gejaagd door de wind, die er niet is. In elk geval een serieuze prik. En hij ramt door, dat zonder omkijken. Is dat nodig? Je hebt er een snak van. Wat nodig? Maar je kan dat vrij goed. Ja, dit kan, waarom niet? Ja, aanval Alaphilippe nu. Komt als eerste boven op de Koppenberg. Hier Lampaard op 31 seconden. En voor wie ziet hij af? Hier zijn de kop wat de rode baan. Nee. Heel mee dan. Nou, voor vandaag niet. Nee, niet voor vandaag. De goeie zijn weg. Dat is begonnen. Ja, niet laten verleiden natuurlijk, Asgreen. Op 200 meter, en daar is de opvang. Maar Van der Poel gaat toch weer wat afstand nemen. En Van der Poel trekt door. Ja, win Van der Poel. Hij was dat is Asgreen. Asgreen. Hoe is dat mogelijk? Asgreen wint de ronde van Vlaanderen. Van der Poel is tweede. Niet meer mislopen. Yves had dan nog een beetje sprinten. Ja. Allee, Yves, wat voor kom nou van voren? Hè? Allee, jongen, rechts. Ja, naar de eerste 20 zijn. Het is Yves niet, het is Asgreen. Maar de ploeg wint, dat is al. Allee, ja.
Jan met Giroud is geweest. 100%. Dat zit niet zo heet. Nee. Voor mezelf geboost van die jaren. Volgende beterschap. Ja, dat is klopt. Nog drie, hè? Nee, chance. Chance.